vriendin Nene. En we gaan ons haar verven. Tenminste, zij gaat mij helpen mijn haar te verven. Want ik heb dat dus gewoon nooit echt gedaan. En ik weet gewoon niet zo goed hoe het moet. Deze is van John Frieda. En het is een nieuwe formule. Het is namelijk een mousse. En het schijnt allemaal heel erg makkelijk te zijn. Dus je zou het in principe in je eentje moeten kunnen. Maar goed, ik heb Nena gewoon eventjes erbij om mij te helpen en te assisteren. En ja, ik ben heel erg benieuwd, want het is dus echt al iets van 8 jaar geleden dat ik mijn haar echt heb geverfd met iets chemisch, zeg maar. De laatste keer dat ik mijn haar heb geverfd was vorig jaar, dat was henna. Dit is de kleur 5R en er staat Radiant Red, Medium Red Brown. En als je gewoon een haarkleur hebt zoals ik, zou je dus niet zo heel veel verschil moeten zien. In ieder geval wel een soort van rooie gloed over. En nou, we gaan beginnen. Nou, wat zit er in een doos? Er zit een flesje in met de ontwikkelvloeistof. Daarin doe je dit kleine flesje de kleuring om het te mengen. Dan doe je deze erop. En als je dan pompt, komt daar de mousse uit. Voor de rest zitten er ook nog chic zwarte handschoentjes in die je aan moet doen. Anders krijg je kamerverf op je hand, wat je natuurlijk niet wil. En een conditioner voor de nabehandeling. Verwijder de dop van ontwikkelvloeistof 1. Deze dus. Ja. Leeg kleuring 2 in ontwikkelvloeistof 1 en plaats de dop terug. Dus als daar een 2 op staat, dat is zo. Ja. Deze moet hierin. Ja. Oké. En dan moet de dop erop en dan moet je 5 keer rustig kantelen. Rustig heen en weer om te mixen. 5 keer is genoeg. Extra mixen zorgt niet voor meer foam. Dus rustig kantelen en niet schudden. Kijk, zo is die wel egaal, hè? Ja. Oké. Vervang de dop door de foamer 4 en klik vast. Deze dus. Ja. Gebruik het direct na het mixen. Gooi het overgebleven mengsel weg. Nou, dat doe je toch wel. Maak de foam. Knijp in het midden. Houd de fles rechtop en knijp in het midden van de fles. Breng de foam altijd eerst aan op je hand, nooit direct op het haar. Maar nu, als ik hierin knijp, komt het er al meteen uit, toch? Denk het. Oh, wacht, dan moet ik eerst even gaan zitten. Ja. Nou, gelukkig heb je op tennis gezeten. Dus. Ja, dus dat is gewoon zo. Oh. Oh, wat leuk. Zo. Kan het niet heel lang. Ja. Nou, en dan mooi zo hier in het midden. Er zit helemaal geen kwast bij, hè? Nee, omdat je dat gewoon zo... Ik weet niet. Ik wil het wel een beetje goed aan het begin van je haar aanzet. Ze zeiden dat het wel goed ging. Ze hebben het gewoon in hun eentje gedaan. Ja? Ja. Als ik hier zo meteen als het helemaal in je hele haar zit, hoe lang moet het dan intrekken? Nou, er staat 20 minuten. Ja, hij hangt in zo'n soort boogje. Ik weet niet, het is niet helemaal goed geknipt. Oh, toch in je haar. Als het zo'n soort... kleursmiddel is, dan is het meer zo creamy. Hi, ik zit inmiddels weer thuis in mijn eigen werkkamertje. Ik ben alweer thuisgebracht door Nena. Ik wil nog eventjes mijn haar laten zien hoe het eruit ziet nu het eenmaal droog is geworden. Zoals je ziet is het wat lichter bruin dan mijn eigen haarkleur. En er zit een rode gloed overheen, maar dat kan je nu niet heel goed zien. Maar als je zeg maar flitst, dan zie je het wel goed. En ik vind het heel erg mooi geworden. Ik vind het, de kleur vind ik subtiel, een subtiele verandering. Maar wel leuk, gewoon weer eventjes wat anders. Het is natuurlijk ook al heel lang geleden voor mij dat ik echt wat met mijn haar had gedaan. En het is niet heel schokkend of zo. Wat me wel opvalt is dat nu de wenkbrauwen in een bruin potlood echt veel mooier inderdaad staan. Vergeleken met het zwarte. Vooral nu ik dus ook wat lichter haar heb eigenlijk. Ik hoop dat mijn haar er niet heel erg slecht en droog van gaat worden. Het aanbrengen was in ieder geval heel erg makkelijk. Het ziet er allemaal heel egaal uit. En nou is Nena er ook wel heel goed in natuurlijk. Maar ze zei dat het ook echt gewoon wel heel makkelijk ging allemaal. En ze heeft heel vaak de haar geverfd. Dus zij heeft er meer ervaring mee dan ik. Dus dan geloof ik dat. Dan neem ik dat gewoon van eraan. En dit is het eindresultaat. Ik zal nog even wat foto's maken voor jullie. En er komt ook nog een hele leuke winactie aan met John Frieda. Maar daarover later meer. Doeg!